Goeiedag en welkom bij COVID-19 Journaal voor vandaag vrijdag 18 juni. Vandaag in het journaal besteden we tijd aan wat men noemt Osundrezi en andere geneesmiddelen uit de natuur. Het gebruik van deze kruiden en of geneesmiddelen is voor de mens van eigen risico. Later in deze aflevering praten we met professor Dennis Mans. Hij is docent farmacologie bij de medische faculteit van de Universiteit van Suriname. Met speciale aandacht voor planten met geneeskundige eigenschappen. Familie, ik heb een neng voor te gaan spuiten. Ik weet niet wat de situatie is. Ik weet niet, maar je ook te weten. Alle dingen die we lezen, we leren dat moranga morosma het is aan COVID. Moranga morosma is last libi, familie. Je ook te kan de edamindri. Olanga wogoso door. Lockdown, avondklok, mondkap, weer mondkap, no weer mondkap. Ino manji brasa. Olanga uantan tekna pistori. Disi adda unu, adon na unu. Wilek volk of sernang, stop feluku trasma sa trasmai. Sumai orbiji fesa, sumane ol. Sumai teki spoiti en sumane teki. Solanga we tando asan. Disi asowotang. Kande, you naf siki, ma isap sa. Kande yaba virus in you. Ye gona yu ma, ye gona yu papa, ye gona yu grandma, yu grandpa, yu buurvrouw, karko. En dat let dape asane bijim, because ye abarana siki, ji denk. En tap soa fasi, da ye lasi lobby wang. Fuko ufet ede. Het gebruik van traditionele geneesmiddelen is niet iets nieuws. De minister zegt ook respect te hebben voor de tradities en de culturen, maar geeft ook aan dat COVID-19 een nieuwe ziekte is. Het gebruik van een Osundrezi tegen het virus is nog niet bewezen door de officiële instanties dat het werkt. Ik hoor mensen praten over het gebruik van traditionele medicijnen in de strijd tegen COVID-19. Kijkt u meneer daar thuis, het gebruik van traditionele medicijnen, dat stamt niet van nu af. Dat stamt af van heel lang in Suriname. Culturen, tradities, daar hebben we allemaal respect voor. Dat kan ik beamen. Maar COVID-19 is een nieuwe ziekte. Men beweert, andere mensen beweren, ze hebben medicijnen, ze hebben mensen de intensive care, etc. Niets van waar. Daarvan is niets waar. Laat me dit stellen. Indien mensen daar bewijs voor hebben, bied het aan. Bied het aan de WHO aan. Bied het aan via ons aan de WHO. Maar je moet wel met data komen. De basis moet zijn wetenschappelijke data. En dat kan je helaas niet tonen. Twee, het gebruik van traditionele medicijnen als vervanging voor een vaccin is onjuist. Je kan niet een traditioneel medicijn gebruiken nu en claimen dat je geen COVID kan krijgen. Het zijn zoveel mensen die het hebben gebruikt en toch COVID krijgen. Wij zeggen eerlijk, COVID-vaccin is geen medicijn, het is preventie. Maar je kan nog besmet raken. Maar dat je ernstig ziek wordt en sterft, die kans is verbinden. Dus ik ga hierbij, die beweringen die worden gemaakt door mensen, dat zij medicijnen zouden hebben, ga ook mensen oproepen. Laat u zich niet zomaar pakken. Ik heb mensen gekregen, ik krijg brieven van mensen. Ik ben aan meneer A, meneer B geweest, of meneer C, waarbij we kregen dat mensen bedragen betalen. En ik heb die dingen niet zomaar gezegd, het is waar. En die mensen gaan, ze worden misleid. Dus het is gevaarlijk, ik ga die mensen nogmaals oproepen. Dus stop, hoor afvallen voor de gek. Laten we liever werken naar een stukje wat bewijs is. Ik kan je alles bewijzen over het vaccin. Dat is onze power, we hebben dat. Maar de mensen die dat claimen, hebben geen enkele data. En data is de basis. Dat zult u ook horen van professor Mans in een ander programma. Sandro Alberga, dat is een mattie van me, is tandarts van beroep, maar houdt zich ook dagelijks bezig met de ontwikkelingen rond het vaccin. Volgens beweringen van derden wordt Osundrezi gezien als vervanging voor het vaccin. Dr. Sandro Alberga zegt dat er niets van waar is. En mijn heren maakt het ook toe dat als je gebruikt Osundrezi, als dat nou een vervanging die een COVID-vaccin. Wel, look, als je kan jeppie, ondersteun je en met hoop dat je kan beter. Met hoop, heren. Maar wat is usabi in een vaccin, stoffen die zijn juist COVID gevaarlijk.
Dus justin is bereidend voor tap a COVID. De soort in justin is bereidend voor tap a COVID. Dat want dat te COVID kon je zien. Te COVID is wat tek je, dat is kinder klaar ik ba voor vet a COVID. En minus af, even de standaard die in een osodressie, maar in een COVID-vaccin als standaard D. Dus justin de reddingbaar voor fight a COVID. En daarom is het vaccin belangrijk zo, want uno de afhankelijk van een osodressie en dat uno sap even zijn op een juiste middel in zee dat na voor herken a COVID. Farmacologie houdt zich bezig met een studie van de wijze waarop medicijnen inwerken op het menselijk lichaam en op welke wijze het menselijk lichaam medicijnen verwerkt. Professor Dennis Mans heeft als superspecialisatie gekozen voor farmacologie en dat wil zeggen dat er gekeken wordt hoe medicinale planten werken op het menselijk lichaam en de manier hoe het menselijk lichaam medicinale planten verwerkt. In gesprek met het COVID-19-journaal geeft de professor aan wat verstaan wordt onder osodressie. Om te beginnen, als u het hebt over osodressie, dan heeft u het over de Surinaamse, een van de Surinaamse manieren van het bedrijven van traditionele geneeskunde. Dat wil zeggen, traditionele geneeskunde, het bedrijven van geneeskunde, zorg dragen voor de daily care, de dagelijkse gezondheidszorg van de mensen, gebaseerd op tradities, gebaseerd over het algemeen op zaken, traditionele zaken zoals we die hebben overgeleverd gekregen van onze voorouders, meestal gebaseerd op planten, op kennis van planten, op kennis van de werking van planten, helaas niet altijd, vaak niet, op de kennis van de inhoud van planten. Dat wil zeggen de inhoudstoffen van planten, de chemische stoffen van planten. Okay? En daar is niks op tegen, want het is inderdaad over het algemeen zo dat een heleboel geneesmiddelen, die we dus nu just bijna, ja, het is zo common, zo normaal voor ons geworden. En sommige van die geneesmiddelen zijn zelfs levensreddend geweest. Dus een heleboel van die geneesmiddelen zijn ontwikkeld op basis van kennis van planten. Toch? Het voorbeeld wat ik vaak geef is metformine. De absolute wereldbestseller, eerste keuze als het gaat om de behandeling van suikerziektes. Metformine is ontwikkeld, gebaseerd op de structuur van het molecuul galegine. En het molecuul galegine kan worden aangetroffen in de plant, de Franse lelie. En de Latijnse naam is Galega officinalis, vandaar galegine. En die plant, die Galega officinalis, werd al sinds de middeleeuwen in Europa gebruikt tegen suikerziekte. Is eeuwen is het gebruikt tegen suikerziekte, maar op een gegeven moment is men erachter gekomen dat het werkzame bestanddeel in die plant galegine is geweest. Toen hebben ze dat galegine uit die plant gehaald en de niet werkzame bestanddelen hebben ze uit die plant hebben ze weggelaten. En dat hebben ze dus verder ontwikkeld door er hier en daar wat dingetjes te doen met die structuur, die moleculaire structuur. Dan hebben ze het gemaakt tot metformine, omdat dat beter werkt en minder bijwerkingen geeft. Waarom is dat nodig om dat te doen? Dat wil zeggen, want je kan toch gewoon die plant nemen, dat blad nemen en een thee maken en die thee drinken. Dan heb je toch ook niet tegen suikerziekte. Dat kan. En dat doen we dus hier in Suriname ook, toch? We maken onze osodressies gebaseerd op inderdaad vaak theeën, olieën enzovoorts enzovoorts. Maar het probleem met zulke zaken is dat je dus dan niet gestandardiseerd bezig bent. Je weet niet zeker wat je geeft aan wie. Toch, want over het algemeen, wat is het de recepten waar we vaak mee werken? Niet alleen wij hoor, maar een heleboel traditionele vormen van geneeskunde doen dat. Neem drie bladeren. Toch? Maar men zegt niet bij van hoe groot die bladeren moeten zijn, hoe klein. Toch? Moeten ze 's morgens zijn geoogst of 's avonds? In welk seizoen? Regentijd, droge tijd enzovoorts enzovoorts. En dat is van belang, omdat de inhoudstoffen van die in dat blad, die kunnen variëren. Die variëren ook over het algemeen. Waarom is dat? Omdat die plant in zijn bladeren, in zijn delen, maakt die plant chemische stoffen, chemicaliën, echt gewoon chemicaliën, die in de eerste instantie bedoeld zijn om te overleven. Toch? Het zijn een heleboel van die stoffen zijn dus aan die plant om te overleven, dat die dus goed gaat groeien, dat die zich kan voortplanten, dat die goede zaden voortbrengt, maar ook zijn er chemische stoffen
die die plant gebruiken om zich te verdedigen, om zich in stand te houden in een vijandige omgeving. Vol met parasieten, insecten, kleine zoogdieren, grote dieren en zo die die plant opeten en dergelijke. En die plant zegt van nee, ik wil dat niet. Toch? En die plant heeft dus in de loop van de tijd dat die bestaat, en dat is verschrikkelijk veel jaren al bestaan planten, vele miljarden jaren eerder dan de mens, heeft die plant dus inderdaad chemische verdedigingsmiddelen ontwikkeld om zich te handhaven. Eigenlijk gewoon giftige stoffen. De mens is zo slim geweest om te herkennen dat sommige van die verdedigingsstoffen, van die chemische verdedigingsmiddelen van die plant, dat sommige van die stoffen medicinale werking hebben. En daarom zeg ik liever, van, praat ik liever over planten met medicinale eigenschappen in plaats van medicinale planten. Planten maken geen medicijnen voor mensen. Planten maken stoffen die medicinale eigenschappen zouden kunnen bezitten. Toch? En dat is de verdienste van Osodresi. Dat Osodresi een bron is geweest, niet alleen in Suriname hoor, maar op een heleboel plekken in de aarde en van een heleboel vormen van traditionele geneeskunde. Een bron geweest om nieuwe geneesmiddelen te maken. Toch? We hebben ons kunnen baseren op wat de shamans, de Dresimans, hebben gevonden of hebben overgeleverd gekregen. We zijn gaan kijken, toch, met moderne middelen. We hebben gezien dat die dingen werken in bepaalde gevallen. En dat is dus nog steeds de stimulans voor Big Pharma, voor een heleboel companies, om te komen kijken in ons achterland, in het Amazonegebied, of er misschien andere planten zijn, toch, die ook misschien geneeskrachtige moleculen zouden kunnen bevatten tegen ziektes die we nog niet kunnen controleren. Zoals Alzheimer, zoals kanker, enzovoorts. Toch? Dus we moeten nogmaals niet onderschatten wat de bijdrage is van Osodresi aan de moderne geneeskunde. Maar zoals alles evolueert ook de geneeskunde. Was het inderdaad vroeger zo dat we een thee maakten gebaseerd op drie bladeren, toch? We er op een gegeven moment achter zijn gekomen dat het beter is om dan de drie bladeren die je neemt, dan de werkzame stof te isoleren, omdat je dat dan beter kan doseren. Toch? Dat je dus in plaats van neem drie bladeren, kunt zeggen neem 50 milligram. En die 50 milligram stop ik voor je in tablet. U weet zeker dat u daar altijd 50 milligram gebruikt, toch? Tegen wat u wil, of 2x50 of 3x50 of whatever. In plaats van dat onzekere wat in die drie bladeren zou kunnen zitten. Er is een mooi voorbeeld daarvan. En dat is aan het begin van de 19e, de 20e eeuw. Dat is het zogenaamde vingerhoedskruid, digitalis. Is ontwikkeld op een gegeven moment tot een middel tegen een verzwakt hart. Verouderd middel, maar het wordt nu nog gebruikt. Een beetje, ook in Suriname. En aan het begin van de 20e, rond het begin van de 20e eeuw, waren er zeker 20, 25, misschien zelfs 30 verschillende digitale preparaten. Dus preparaten gebaseerd op het blad van de vingerhoedskruid. By the way, ik heb die plant eens een keertje gezien langs de Koppename rivier. En volgens mij is het gebracht hier door de plantage-eigenaren van toen. En ze hebben het hier geplant. Ik heb het gewoon herkend, direct herkennen. Het is zo herkenbaar, ik heb het direct gezien. Ik heb het geproefd ook, bitter. Dat is het, dat was het. Anyway, het probleem met die 30 verschillende digitale preparaten toen is geweest dat sommige werkten. Sommige werkten niet. En andere maakten mensen dood. En waarom was dat? Omdat is gebleken, toen men dus nauwkeurig is gaan kijken, dat de hoeveelheid van die actieve stof die tegen dat verzwakte hart varieert met 's middags of 's morgens of 's avonds. Waar je gaat oogsten. Als je gaat, het bleek op een gegeven moment dat de bladeren met de hoogste gehalte aan digitalis, dat die moest halen van planten die groeiden op de zuidelijke hellingen. Niet op de noordelijke hellingen. Dus ik bedoel te zeggen, er zijn zoveel variaties en dat moet je weten. En als je dus inderdaad planten gaat verzamelen om je Osodresi te maken, ik geloof best dat die Dresimans veel kennis hebben, maar ik bedoel, het is toch erg complex om met al dit soort zaken rekening te houden voordat je een thee gaat maken tegen whatever, in plaats van naar de apotheek gaan en een 50 milligram tablet kopen. Dat is wat de moderne wetenschap ons heeft gebracht. En zoals ik ook al een paar keer heb gezegd, het is een beetje ironisch dat dus dan mensen gebruik maken van een hypermoderne communicatietechniek om
een beetje misverstanden te verspreiden of tot zich te nemen over verouderde zaken. Over verouderde zaken waar het gaat om medicinale, om geneeskundige technieken, geneeskundige modaliteiten. Toch is een beetje, Isabi, is de meest geweldige super snelle verbindingen. Ik bedoel, als je dus inderdaad consequent bent, en ben ik nou even kort door de bocht, dan zeg ik van nou oké, wees consequent. En ga dan je ideeën waar het gaat om osodresi, dat goed zou werken tegen COVID, ga dat dan verspreiden met de apintidrub. Dan ben je consequent, toch? Maar dat doen we dus niet. Dus ik bedoel te zeggen nogmaals, geen kwaad woord over osodresi. Ik heb het al gezegd en ik benadruk het. Het is mijn vak trouwens ook, toch? Om te proberen op basis van kennis, osodresi kennis, meer te begrijpen van wat osodresis doen en hopelijk te komen tot een bijdrage om nieuwe middelen of misschien betere middelen of alternatieve middelen, bewezen effectiviteit, bewezen werkzaamheid, te helpen ontwikkelen waar Suriname dus iets aan zou kunnen hebben. En als ik dus dan dit soort zaken op een rijtje zet, dan zeg ik van oké, men vraagt zich af, en dat is dus op een gegeven moment in mijn optiek een verkeerde ontwikkeling. Toch? Dat men zich afvraagt, osodresi aan de ene kant, vaccinatie aan de andere kant. Doet men dat, en op een gegeven moment heeft die discussie in de gemeenschap zich ontwikkeld tot dat niveau, dat dus dan osodresi en vaccinatie als twee gelijkwaardige entiteiten tegenover elkaar worden geplaatst. Come on man, ik bedoel te zeggen van, ik heb het net proberen aan te geven, osodresi is zoals we het vroeger deden, kort door de bocht gezegd. Zoals we het vroeger deden. Nu hebben we geweldige moderne technieken, heel transparant, we weten wat erin zit, we weten wat het hem doet. Het is getest op honderdduizenden personen, toch? In fase 3 studies, zogenaamde fase 3 studies, voordat het op de markt is gekomen en voordat het dus werd vrijgegeven om te gebruiken in de algemene populatie. Dat alles heeft die osodresi niet doorgemaakt. Dus het is geen goede vergelijking om die twee zaken als gelijkwaardige, hoe zeg je dat, alternatieven tegenover elkaar te plaatsen. Waarbij ik dus niet wil zeggen, 1, osodresi is niet goed. We weten het niet. Het moet goed worden onderzocht. Maar men moet eerst onderzoeken of het werkt en veilig is voordat men gaat claimen. En 2, het is heel goed mogelijk dat die osodresi een bijdrage zou kunnen leveren als supplement aan een andere behandeling, bijvoorbeeld vaccinatie. Daar is niks op tegen. Maar ook dat moet worden bewezen. Toch? Ik bedoel, meneer May, als ik die naam mag noemen, die heeft het ook vaker gezegd. Tenminste, ik heb het gezien op de televisie. Hij praat niet over een anti-covid superfever. Hij praat over een superfever om het immuunsysteem te boosten. En dat is correct. Ik weet niet of hij dat doet op basis van commerciële overwegingen, hoor. Toch? Dat hij dus op die manier ook de legaliteit, of de illegaliteit ontloopt. Toch? Want die mag niet gaan zeggen dat ding werkt tegen COVID als niet is bewezen. Probeer dat te doen in Amerika. Nou. Die mannen zoeien je tot in je graf. Toch? Nou, hier zit een claim, hier zit dingen te claimen die niet kloppen. Maar meneer May heeft het correct gedaan. Maar laten we dat ook zo bekijken. Het is mogelijk dat het je immuunsysteem, je weerstand boost. En dan kan je dus inderdaad, dat is natuurlijk, als je dus een slechte weerstand hebt, dan zal die vaccinaties uiteraard wat minder effectief zijn dan wanneer je goede weerstand hebt. Maar je kunt ze niet tegenover elkaar zetten als gelijkwaardige opties. Dat is dus niet correct. Er kan dus geen vergelijking gemaakt worden tussen osodresi en het vaccin. Dat heeft gehoord uit de mond van een deskundige, namelijk professor Dennis Mans. Hij gaf aan dat een osodresi alvorens goed te keuren, eerst goed onderzocht zou moeten worden. Morgen in het journaal gaat de professor er verder op in. Wanneer aan hem de vraag gesteld wordt, kan een osodresi een COVID-patiënt genezen? We zijn voor vandaag aan het eind gekomen van dit journaal. Ik wil u nogmaals vragen, eigenlijk verzoeken, om alsjeblieft mee te werken aan ons geliefd land weer gezond te maken. Laten we niet ingaan op negatieve berichten over het vaccin, als zou het nog in proeffase zijn. Ook daaraan zullen we morgen wat tijd besteden in het journaal. Maar ga en laat je vaccineren. Er is nu de mogelijkheid om vanuit jouw auto gevaccineerd te worden. En dat bij de drive-thru-post van Sana Budaya.
Let goed op jezelf. En we zijn er morgen weer met een nieuwe editie van COVID-19 Journaal. Utambung!